Dank allemaal en gefeliciteerd. We staan hier met Arne Balk. Je hebt logo ontworpen voor Discovers, het nieuwe logo. Ja. Hoe ben je zo tot het logo gekomen? Ik was eigenlijk mijn eerste idee waar ik opkwam, het branden, het branden. Ik ben er 2 avonden mee bezig geweest en ik gaandeweg het proces ontwerpen viel eigenlijk alles op zijn plek. En het was gewoon een goed idee waar heel veel aan op te hangen is. En het is, ik heb het gewoon afgemaakt in 2 avonden en het is ik ben er heel trots op, het is een leuk logo geworden. Waarom heb je gekozen voor een brandmerk? Wat zit erachter qua gedachte? Het brandmerk is eigenlijk meer het is uit te leggen als een slotakkoord of een keurmerk of een eindconclusie. En dat is gewoon, Dutch Cowboys heeft ergens een mening over en branden dat als het ware in het product of in het blog of in, noem maar op. Het is op 100.000 manieren toe te passen. En hoe lang ben je ermee bezig geweest? Ja, een avond of 2, het idee en uitvoering en een beetje opnieuw begonnen en 2 volle avonden. Uitvoering en idee was 2 dagen bij elkaar? Wat zeg je? 2 avonden was je klaar? Ja, dan heb ik het ingezonden en reacties gehad dat ze goed ontvangen hadden. En toen heb ik een beetje op Dutch Cowboys gevolgd hoe het gegaan is met de inzending en de shortlist en uiteindelijk de top 3. En ja, heel spannend, spannende dagen. Wat vond je van je collega inzendingen? Heel goed. Ook al in de top shortlist van de top 15, zeg maar, zat er logisch tussen te denken, die hebben hele andere invalshoeken, hele andere dingen waar ik niet in gedacht heb. En dat zag gewoon heel netjes uit. Dus de verrassing was groot dat ik in de top 3 zat, ja. Oké. En wat voor bedrijf ben jij verder en hoe ziet je toekomst er nu uit, het winnen van het logo? Ik werk bij Blue Mango in Eindhoven. Dat is een interaction design, een online advertising bedrijf. En we hebben daar een eigen in-house studio, wat een hele goede creatieve sfeer heeft met goede, fijne collega's. En die flow neem je mee naar huis en dan komen dat soort dingen vanzelf, dat soort logo's. En dat schijnen Artworks altijd geïnspireerd te zijn door andere designers en andere logo's en huisstijlen. Wat was jouw inspiratie? Oh, ik heb niet speciaal echt een inspirator of zo. Ik was vroeger, toen ik klein was, altijd van David Carson geïnspireerd, de typograaf. En eigenlijk, ik ben heel veel dingen geïnteresseerd. Dus dat soort dingen vatten zich samen in 1 zo'n logotje. Als we naar je logo kijken op de site, hij staat nu al live op discovers.nl. Wat wil je dan met mensen zeggen? Dat het de vooruitgang is. Dat ze erin zien, ik heb het juryrapport niet gelezen, maar dat ze zien wat het idee erachter is en dat ze ermee kunnen leven. En dat het een voordeel is voor de site. Dankjewel Arne. Graag gedaan.